Ja, zo rond die kerst kom ik ook in een soort kerstoverpeinzing terecht, vrienden. Ja, ik ontkom er ook niet aan. Maar en dan laat ik alles een beetje de revue passeren wat er allemaal het afgelopen jaar gebeurd is. En de kerst is toch eigenlijk de tijd dat we gewoon een beetje aardig voor elkaar moeten zijn, toch? Ja, ik klink bijna als een dominee, maar goed, het is een beetje zo. Ja, we moeten gewoon een beetje aardig zijn, toch? Dat is dan toch waarom we hier op deze aardkloot rondlopen. En dan toen kwam de naam bij mij binnen over het afgelopen jaar, waarin ik dan zo, weet je wel, een beetje reflecteren. Ja. Het woord is gevallen, vrienden. Ook daar heb ik last van. En toen kwam de naam Linda de Mol, die kwam bij mij boven. Ja. En toen dacht ik bij mezelf: hebben we dat nou met z'n allen, hebben we dat nou wel goed gedaan met de Linda? Ja, want daar heb ik toch behoorlijke twijfel over, vrienden, achteraf. Achteraf gezien denk ik: ja, luister eens even goed. Die Linda, die komt ineens in die problemen met die pianeur. He, de pianeur, ja, die Jeroen Rietbergen, ja. En die blijkt ineens iets te losse, qua pianeur te losse vingertjes te hebben met de dames. Ja, nou. En dat was natuurlijk heel vervelend. En dat kwam allemaal uit en dat werd allemaal breed uitgemeten. En toen kreeg de Linda toch heel veel vuilnis over zich heen, dat is het woord gewoon. Dat kreeg ze bagger. En niemand geloofde haar. Iedereen dacht van ja, dat heb jij al die tijd geweten. En jij hebt het nooit opgenomen, eigenlijk voor die slachtoffers. En jij bent eigenlijk medeschuldig. Dat werd er eigenlijk voor de voeten geworpen. Ja. En achteraf gezien denk ik bij mezelf, vrienden, klopt dat nou allemaal wel? Heeft ze dat nou allemaal wel geweten? Ik geloof dat niet. Ik geloof dat niet. Want als ze dat allemaal geweten had, de Linda, dan had ze hem echt eruit geschopt. Geloof me nou. Er is geen vrouw in de wereld die zegt: oh, ga jij met je vingertjes overal aan dames zitten en dan mag je gewoon keurig bij mij blijven. Nee. Ik geloof dat nou niet. Die was er toen al met noodgang uitgegooid als ze dat geweten had. En dat wist ze niet. Dat geloof ik nu. Ja, in mijn kerstoverweging. En niet veel later heeft ze hem er ook uitgegooid gewoon. Toen het allemaal bevestigd werd en noem maar op, toen hup, weg. Weg met die Rietbergen. Ja, en zij liet weten dat ze boos was en teleurgesteld. En ze was helemaal van de kaart. Ik weet niet hoeveel woorden ze wel heeft gebruikt om te zeggen hoe onthutst en hoe ze helemaal de weg kwijt was. En ik begrijp dat ook wel, want zij hield van die man. Ja, hoe je het went of keert. Ja, die man, die vond zij leuk. Ja, zij was blij met het leven met die man. En die was, dat was in één keer kwijt. En dat werd helemaal breed uitgemeten in de media. En ik denk alleen maar bij mezelf dan: vrienden, laten we ons nou voorstellen dat zij gewoon jouw buurvrouw was geweest. Zij, gewoon Linda de Mol, maar gewoon niet bekend. Geen 50 miljoen op de bank. Geen zus van de grote De John. Niet miljoenenjacht, weet ik veel. Niks. Nee, zij is gewoon jouw buurvrouw. En dit was gebeurd. Er was de politie aan de deur gekomen. En die hadden gezegd: oh, we hebben allerlei aangiftes van dames en noem maar op. En de buurvrouw, had haar man uiteindelijk uit puur verdriet weggestuurd. En wat hadden jullie dan gedaan als buurman of als buurvrouw? Dan was je naar haar toegegaan met kerst. Dan had je tegen haar gezegd: Pring, hoe is het, buurvrouw? Hoe is het met je, Linda? Hoe gaat het? Kan je het een beetje verwerken allemaal? En je had een kerstcadeautje voor haar meegenomen. En zo hadden we dat gedaan. Zo aardig zou iedereen zijn geweest voor zijn buurvrouw. Dat geloof ik gewoon. En dat zijn we niet geweest het afgelopen jaar voor de Linda. En daarom,
Daarom, ja. Ik zeg maar gewoon. Ik zeg gewoon maar, ja. Ik ga het zeggen hoor. Er zijn al excuses gemaakt dit jaar. Maar dit zijn de enige echte excuses. Sorry, Linda.